Jongeren en politiek. Hoe krijgen we de jongeren toch thuis van de bank af en na die stembus? Vandaag praat ik met Lars Hanze, nummer 2 op de lijst Hanze. En we gaan vragen hoe hij denkt dat we kunnen gaan doen. Jij staat op nummer 2 van de lijst Hanze. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik sta op nummer 2. Samen met Ton Hanze, die staat op nummer 1. En Ton is jouw oom? Ton is mijn oom. Ja, dat klopt. Okay. Op welke lijst sta je nou precies? Want jullie zijn met z'n 2 op de lijst. Verder staat er niemand op en jullie willen je ook geen partij noemen. Nee, we zijn ook geen partij. We hebben ook geen partijprogramma. We zijn echt individueel. We hebben gewoon wel speerpunten hebben we. Maar we willen ons niet gaan binden aan een partijprogramma, waardoor we ook geen coalitie hoeven te gaan voeren. Maar dat we gewoon echt individueel kunnen beslissen voor de burger wat ze vinden. Oké, okay, en heb je dan wel speerpunten? Ja, we hebben zeker speerpunten. Voor mij is een belangrijk speerpunt is het online referenda. En ik wil daardoor jongeren betrekken bij de politiek. Oké, okay, want hoe oud ben je zelf? Ik ben 29, ja. Okay. En de jongeren, hoe ga je die betrekken bij de politiek? Ja, bijvoorbeeld als je online referenda hebt, dan kunnen mensen direct gaan kiezen over bepaalde punten die ze heel belangrijk vinden. En nu moeten jongeren vaak kiezen tussen een linkse partij en een rechtse partij. Dat vinden ze vaak lastig, want ze zijn maar eens met de helft of ze snappen het niet of ze lezen zich niet in. Als je één punt hebt waar je echt direct op kan beslissen, dan gaan ze zich ook betrokken voelen. En dan denken ze, oké, ik heb ook echt inspraak. Ja, en dat is een beetje het doel voor mij. Oké, okay, en gaan mensen zich dan, jongeren zich dan wel verdiepen in het onderwerp? Op het moment dat je bijvoorbeeld een dorpsinitiatief hebt en in het dorp leefde, dan krijg je bij verenigingen worden discussies gevoerd. Onderling gaan ze met elkaar erover praten en denken ze, oké, het kan ook een meerwaarde voor mij zijn. Ik kan hier echt invloed uitoefenen. En dan gaan ze zich denken, zeker in verdiepen, 100%. Oké. Okay. Je bent nog een jonge vent, 29. Waarom ga je dan de politiek in, man? Dat is hartstikke saai, toch? Ik had eigenlijk nooit echt ambities om de politiek in te gaan. Ik vind politiek altijd heel interessant. Ik heb het altijd gekeken, maar ik had het zelf ook heel moeilijk. Mag je 1 keer in de 4 jaar gaan stemmen? Je weet niet waar je op moet stemmen, je gaat je inlezen, je gaat een stemwijzer doen. Dan ben je uiteindelijk misschien 70% eens met die politieke partij, maar de rest niet. Maar je denkt zelf ook, want ik ben niet links, ik ben niet rechts. Je wilde ik overal op doen, dus ik heb daar altijd wel mee geïnteresseerd. Ik heb daar discussies over gevoerd. En zo op verjaardag en bijeenkomst met de familie inderdaad, omdat de Ton inderdaad mijn oom is, kregen we steeds meer discussies, maar ook raakvlakken. En ook hij zegt gewoon dat individuele van, kijk gewoon punt per punt wat je vindt. Toen heb ik gezegd van, ik vind het toch wel mooi om met 1 speerpunt gewoon echt erin te knallen van online referenda. Om daar mijn best voor te gaan doen voor Pilmaas. Want lokaal gezien moet dat gewoon mogelijk zijn. Lokaal Pilmaas of anders nu? Beide niet. Een van de 2? Nee, dat is voor ons nee. Absoluut niet. Nee, individuele raadsleden zou ik dan zeggen. Ja. Okay. Jos Willems of Annetje Primoees? Voor mij ook geen keuze. Ik hoef niet per se op de persoon te kiezen. Laat me maar gewoon kiezen gewoon op iedereen wat ze zelf vinden en wat de burger inderdaad kan aantonen. Ik ga niet tussen personen kiezen of tussen partijen. Nee, absoluut niet. Ook daar maak ik geen keuze tussen. Nee. En landelijk? SP of Forum voor Democratie? Forum voor Democratie. Dat is zeker omdat zij ook als een speerpunt hebben tegen de kartelvorming, tegen de coalitievorming. Dus daar kan ik wel een keuze maken. Ja. Okay. Lars Hanze of Ton Hanze? Dan ga ik voor mezelf, want iedereen zit individueel in die politiek, dus ik ga altijd voor mezelf. Maar mezelf dan, ja. En de laatste, meebesturen of roepen aan de zijlijn? Roepen aan de zijlijn, maar wel hopen dat we iets kunnen creëren voor dat online referenda. Gewoon dat die burgers toch wel weer meer inspraak krijgen. Dus wat wij horen van de burgers uit, die dingen aannemen en dat wel de raad in proberen te brengen. En zo iets van beleving vanuit de burgers in de raad te kunnen krijgen. Ja. Okay. Dus dat wordt sowieso geen coalitie, maar oppositie? Het zou, gezien ons, hoe wij ervoor staan, zal het wel een oppositie worden, ja. Oké. Okay. En beschouw je dat ook echt als oppositie of denk je helemaal niet in die termen? Ja, dat vind ik juist heel moeilijk, want coalitie of oppositie, dat vind ik heel jammer. Want eigenlijk wordt de oppositie heeft vaak hele goede punten, die daardoor uitgesloten worden door de coalitie, die samen iets willen bereiken. Je moet ze eigenlijk gewoon samen vormen, allemaal één worden en van iedereen de sterke punten pakken. Dat vind ik veel belangrijker als eigenlijk coalitie of oppositie. En toch nu even duidelijk kunnen vragen over jullie lijst al, want jullie zitten allebei... staan op 1 lijst, ja. Maar hebben geen gezamenlijke speerpunten en gaan ook apart in de raad zitten, begrijp ik dan? Ja, we hebben best wel gezamenlijke speerpunten. We zijn alle 2 100% voor dat referendum. We zijn ook alle 2 voor duurzaam. Ik vind dat zelf ook belangrijk, want dat is dus ook het ding van de duurzaamheid in de economie, de duurzaamheid in de politiek, die kan je dus creëren door bijvoorbeeld een referendum. Maar er zijn ook andere partijen die wel een referendum willen. En jullie hebben ook inhoudelijke speerpunten, maar wat is dan structureel anders dan een partij als de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld? Maar wie wil eigenlijk een referendum dan? Volgens mij zijn ze allemaal tegen. Ze zijn allemaal tegen het echte. Dus het echte referendum zijn ze allemaal op tegen. Okay. Daar onderscheiden we ons 100% in voor de burger. Ja. Okay. Nou, goed punt. We staan hier vandaag in Helden. Mm-hmm. Jij woont hier volgens mij? Ik woon in Helden, ja. Okay, ja. En wat vind je zo van het dorp? Leeft het een beetje?
het dorp leeft, het begint wat meer te leven. Nu je ziet ook met het Helgespadje wat ze willen gaan aanleggen. Het idee, een dorpsinitiatief, super. Ja, daarvoor moeten we gaan. Als je het dorpsinitiatief zeg maar naar voren kan brengen en je kan het herhaling krijgen en het kan doorkomen, ja, daar moeten we voor gaan. Ja. De Koopman loopt nog niet helemaal zoals het hoort te lopen. Kupke is laatst failliet gegaan. Het lijkt er niet echt op alsof het veel levendiger wordt. Nee, en daardoor heb je die initiatieven die nu lopen om die Koopman levendiger te maken, de combinatie maken tussen de camping, die verbinding maken. Daardoor willen ze weer nieuw leven inblazen. Want je zegt, klopt gewoon, het leven is er een beetje uit aan het gaan, maar we moeten nu dus opnieuw dat leven erin gaan brengen. Ja, met Kupke, ja, dat is helaas. Maar ook daar zullen ze een oplossing voor moeten vinden, waardoor daar ook die modestraat weer aantrekkelijker wordt. Ja. Het dorpsoverleg Helden is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een centrumvisie. Ja. Wat vind jij ervan? Het centrumvisie in de zin van? Die het dorpsoverleg nu ontwikkelt. Ik ben zelf nog niet bij de dorpsoverleggen geweest. Ik vind ook dat moet ze eigenlijk echt voor zichzelf houden. Wat ik dan mee heb gekregen is inderdaad met dat dorps, dat Helgespadje, opnieuw leven erin blazen, zeg maar gewoon hier misschien inderdaad wat weghalen om meer openheid te creëren. Mm-hmm. Ja, ik vind dat een goed punt. Kijk, als je niks doet, dan is het afgelopen. Dus je moet zeg maar zorgen dat er weer leven in komt. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Zoos ook. Vind ik ook echt mooi gedaan. Het was altijd gewoon een café wat goed liep, zeg maar. Maar er was ook zeg maar een beetje de kladding geraakt. De jongeren hebben het opgepakt, nieuw leven geblazen. Het ziet er top uit nu. En hoe zou je als raadslid dan gedragen als er zo'n centrumvisie aankomt? Wat zou je daarvan vinden? Dat zou ik toejuichen natuurlijk. Op het moment dat de dorpsmensen zelf iets ontwikkelen, zelf vanuit hun eigen iets aandragen, beter kan niet. Want zij zitten echt bij de kern en zij weten wat het probleem is, wat er aan moet gepakt worden en waar ze graag naartoe willen. Dus zou je dat als raadslid zou je dat overnemen, dat voorstel? Ik zou het overnemen, ja zeker, tuurlijk. Want zij zijn de mensen waar het om gaat. Zij weten waar ze over praten. Ja. Uiteindelijk moet jij wel bepalen of er geld voor beschikbaar komt. Ik kan het niet bepalen. Zullen ze een samenspraak doen met de ambtenaren. Zij maken een plan. Klopt dat plan? Ja, luister naar. En dan zou ik het liefste dat voorleggen via een referendum, wat ik weer op terugkom. Dat dan de dorpse mensen zelf op dorpsniveau kunnen beslissen. Dat hoeft niet de hele gemeente over te beslissen. Maar dan moet je gewoon postcode-achtig. Zij kunnen dan beslissen ja of nee. En op het moment dat je bijvoorbeeld 75% voor hebt, zo'n grote meerderheid, zeg ik doen. Toejuichen, dan gaan we gelijk doen. Klaar. Maar als je de bewoners zelf plannen laat ontwikkelen, dan is natuurlijk de kans groot dat de kosten de pan uitreizen. Maar ja. daarom heb je de ambtenaren erbij. Zij zorgen dat het binnen de kaders blijft, binnen de kosten. Zij weten waar het over gaat. Zij weten wat beschikbaar is, wat kan. En samen kunnen zij echt wel altijd een mooi plan neerleggen, 100%. Oké, okay, ja, als raadslid gaat het natuurlijk wel over de kaderstelling, dus je bepaalt welk geld er beschikbaar komt. Ja, uiteindelijk hebben we wel een controlerende functie, dat wel. Dat zeker, dat zal ook altijd blijven, dat kan ook niet anders. De verkiezingstijd komt eraan, campagnes komen eraan. Gaan jullie nog campagne voeren? Echt campagne voeren in de vorm van flyeren? Nee, dat doen we niet. Nee, we gaan wel onze speerpunten naar buiten brengen. Proberen zeg maar in de hallo en zo stukken te schrijven wat we vinden, dat mensen kunnen lezen. We hopen gewoon dat mensen dat overnemen, gewoon zelf kunnen beslissen waar ze echt voor staan. We gaan niet dorpen, flyeren, pushen, posters plakken. Nee, dat gaan we niet doen. En ga je zelf nog een persoonlijke campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen? Nee, we gaan doorgaan hoe we nu gewoon bezig zijn. Wat ik zeg, stukken schrijven, via Facebook wat en daar verder. Het is een diepgaande campagne met flyeren, de straat op. Nee, dat doen we niet. Nee. Okay. En op hoeveel zetels gok je? Op hoeveel zetels ik gok? Als de mensen slim zijn op allemaal. Nee, maar dat is onzin. Nee, als we twee hebben, zijn we tevreden. Ja. En kun je er eigenlijk meer krijgen? Want je hebt maar twee kandidaten. Meer zetels kan je niet krijgen. Nee. Dan wordt het helaas opgedeeld. Dat is helaas het systeem hoe het werkt. Ja. Ja. Okay. Nou, veel succes met de campagne. Ja, en op naar de twee zetels. Ja, zeker. Dankjewel.